Ja. Valt weer hoog. Het is bizar. Wat voel je nu? Ja, een gevoel van ik wil het terug en zo snel mogelijk. Ja. Ik zie om die laptop dwars door de kamer heen te gooien, maar... Na mijn eerste keer in het casino was ik gelijk in de ban van het spelletje. Want hoe bijzonder was het dat ik opeens mijn geld had verdubbeld. Dit gokken was goud waard. Al snel was ik dagelijks aan het spelen. Online, in het casino. Ik kon niet wachten om weer de kans te hebben om een klapper te maken. Maar ik had nog niet het idee dat ik per se verslaafd was aan gokken. Want vanaf wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Waar ligt de grens tussen een recreatieve speler en een probleemgokker? Ik ga langs bij Richard, die elke dag gokt, maar het zelf nog niet ziet als een gokprobleem. Het is vandaag de eerste keer in 2 jaar tijd dat ik weer in aanraking kom met gokken. En ik merk dat ik dat best wel spannend vind, want ik heb er best wel zin in. En ik weet niet of dat een goed teken is. Hey man. Hi man. Ik ben Max. Aangenaam. Fijn dat ik er mag zijn. Kom binnen. Ja, thanks. Drink jij altijd als je gaat gokken? Ik drink meestal wel een biertje of iets erbij, ja. Dus het is dan wel lekkerder. Ik wel lekker, ja. Oh, ja. En neem natuurlijk een beetje spanning weg op een gegeven extra, moment. Extra ontspanning. Ja, precies. Ja. Je bent anoniem. Ja, klopt. Dus mensen hebben geen idee wie je bent. Nee, inderdaad. Waarom wilde je dat? Ja, dat heeft eigenlijk mee te maken dat ik natuurlijk nog niet weet wat mijn toekomst in petto heeft. En wie weet krijg ik later een baan. En als die dit dan zien, die zullen daar dan misschien niet al te blij mee zijn. Dus vandaar, een soort zelfbescherming. Ja. Ik vind het heel spannend, weet je dat? Ik heb er zin in. Ja, let's go. Het is best lastig voor jou, dacht ik, om te drinken als ja, je dit ding. Ja, dat klopt. Of we maar moeten dat proosten. Maar als de camera niet draait doen. Doen we dat, zeker. Hoe vaak gok jij? Ja, dat verschilt wel echt enorm. Maar meestal komt het wel neer op een goksessietje of een beetje per dag. Elke dag? Ja, ongeveer wel. Ja, zeker. Ja. Waar gok je veel op? Ja, meestal op voetbal wel, op voetbalwedstrijden. En daarnaast online, zoals nu bijvoorbeeld, voetbalseizoen is een beetje over. Dus er is wat minder voetbal. Dan ga ik meer naar de online spelletjes kijken, naar het roulette. En eventueel nog wat slotmachines of daar wat leuks tussen zitten. Met hoeveel geld gok je dan? Ja, dat kan echt heel erg verschillen. Dat hangt natuurlijk ook af van wat ik beschikbaar heb of wat ik wil inzetten. En de ene dag zal dat een tientje zijn, de andere dag 5. En de andere dag zie ik een bedje waarvan ik denk, dit gaat sowieso vallen. En dan gooi je er wat meer op. En dat kan naar 100 zijn. Dat kan af en toe ook oplopen tot 500. Of 500 euro? Ja. Ja, dat moet je dan ook wel eens een keer verloren ja, hebben. Ja, zeker. Dat verlies je ook wel eens. Ja, ja dat is kut. Best veel geld voor een student. Ja, dat is kut inderdaad. Ja, ja. Zeker. Daar kan je niet omheen draaien, nee. Die zijn dan ook heel zuur, ja. Ga je dat dan terugwinnen? Of is ja, dat... nou dat ga ik dan meestal... Op de dag zelf kan ik mezelf nog wel beheersen dat ik denk, ik wil hem vandaag niet terugvinden, maar dan heb ik wel zoiets in mijn hoofd van, die moet voor het volgende weekend moet die terugverdiend zijn, ja. Ja, ik vind het echt fucking spannend, man. Ja, dat snap ik wel, ja. Ja. Nou ja, je weet dus ook, ik heb het dus, ik heb lange verslaving gehad. Ja. Alleen al deze site, ben ik gewoon niet meer op geweest. Nee. Sindsdien. Een soort duiveltje op je schoudertje. Nou, het is, ik ga het niet doen, hè. Dus nee, ik kijk gewoon toe. Waar. En jij bent degene die gaat spelen. Ja. Oké, voor Richard is het nu nog een grote hobby. Het past in zijn leven en dat kon ik in het begin ook zeggen. Winnen of verliezen, het deed me niet zoveel. Ik was vooral blij als ik weer kon gokken en kon genieten van de adrenaline. En dus speelde ik bijna elke dag. Maar wanneer begint die verslaving dan echt? En hoe kan je die nou herkennen? Feite Hofman was zelf 23 jaar lang gokverslaafd. Hij praat nog steeds wekelijks met gokverslaafden, wat hem veel kennis en inzichten heeft opgeleverd. Feite, wat is er nou zo interessant aan gokken voor mensen? Ja, het gaat snel. Het gaat snel en het is onvoorspelbaar. En het kan zomaar gebeuren. Ook een belangrijke factor is dat het spel niet een logisch begin en een logisch eind heeft. Dit loopt altijd door. Ook als je hem uitbetaalt, je haalt er heel veel geld uit. Daarna, alles staat weer op de beginstand. Je kunt gewoon weer gaan spelen. Het stopt niet. Roulette stopt ook niet. En een tweede belangrijke factor is dat mensen denken dat ze er invloed op hebben. Ja. Dat je er goed in kan zijn. Ja. Nou, het voorbeeld wat ik dan ook altijd geef is, als wij allebei op tafeltennissen gaan, dan zul je zien dat wij na een maand allebei beter geworden zijn. Jij misschien veel beter dan ik, dat weet ik niet. Ik weet het ook niet. Maar we zijn allebei beter geworden. Ja.
Als wij nu allebei roulette gaan spelen, dan is het niet zo dat jij na een maand dat beter kan dan ik, want je hebt geen invloed. Nee, maar dat denk je wel. Ja, het spel suggereert, gokautomaten, roulette spelen, het suggereert dat je daar goed in kan zijn. Ja. Waarom is er op een gegeven moment een moment dat mensen na een eerste keer besluiten om vaker te gaan? Dus ook, kijk, als jij de laatste keer gewonnen hebt, dat je geweest bent, ja, dan wil je dat weer. En als je de laatste keer verloren hebt, dan wil je het terug. Dus er is altijd een reden om te gokken. Want je wil of je geld terug, of je wilt meer. Gok je dan eigenlijk niet alleen maar op een verantwoorde manier, als je het gewoon één keer doet? Want dat is eigenlijk de enige droom die je hebt. Ja. En hoe vaker je het gaat doen, ja, hoe groter de kans is dat je verslaafd wordt. Ja, en hoe groter de kans is dat je verliest. Ja, nee, dat niet eens de kans. Want hoe meer je gokt, hoe meer je zult verliezen. Dat is gewoon... Anders stonden die apparaten er niet. Die staan er niet voor de portemonnee van de gokkers. Dat is gewoon jouw logica. Ja. En eigenlijk de logica van iedereen. Zeker. De odds zijn zo ingesteld dat uiteindelijk er één winnaar is. Ja. En dat is de aanbieder. Er gaan ook geen casinos failliet. Nooit. Als je gaat gokken, denk je misschien hoe vaker ik speel, hoe groter de kans wordt dat ik een klapper maak. En dat is precies wat het casino je wil doen geloven. Want hoe vaker je speelt, hoe groter de kans op verlies wordt. En dit is geen toeval. Nee, hier geldt namelijk gewoon een keiharde wet. De wet van de grote getallen. Ofwel, in the end wint het huis altijd. Stel, je gooit een muntje op. De kans op kop of munt is dan natuurlijk 50-50. Maar gooi je het muntje 10 keer op, dan zou het goed kunnen dat je 8 keer kop gooit en 2 keer munt. Of 3 keer kop en 7 keer munt. Je gooit in ieder geval niet per se precies 5 keer kop en 5 keer munt. Nu gooi je het muntje niet 10 keer, maar 100 keer of zelfs 1000 keer. En je zult zien dat het aantal keer kop en munt steeds verder naar elkaar toetrekt. Tot je uiteindelijk evenveel kop gooit als munt. Zie hier de wet van de grote getallen. Je zou zeggen, fair enough. De kans op de lange termijn is dus altijd hetzelfde. Maar hier komt het belangrijke verschil. Het casino zorgt er bij elk spel voor dat zij net iets meer kans maken dan de speler. Bijvoorbeeld bij roulette. Hier lijkt de kans op het eerste gezicht echt 50-50. Je hebt 18 rode en 18 zwarte getallen. Maar er is ook nog een groen vakje en die telt altijd mee voor het huis. Zij maken dus altijd net iets meer kans dan jij. En zullen op de lange termijn daarom altijd van je winnen door die wet van de grote getallen. En deze wet is niet alleen maar toepasbaar op roulette, maar op bijna elk spel in het casino. Ook op de speelautomaten. Deze hebben namelijk een vooraf ingesteld uitbetalingspercentage dat vaak rond de 96% ligt. Wat houdt dat in? Nou, dat als je 100 euro inzet, je gemiddeld 96 euro terugkrijgt. En het casino dus 4 euro winst op je maakt. Dat klinkt weinig, maar bij elke inzet op een speelautomaat maakt het casino 4% winst. Kortom, hoe vaker je een spel in het casino speelt, hoe groter de kans dat het huis aan jou verdient. Is er nou dan een manier om van het casino te winnen? Ja. Er is maar één manier om de wet van de grote getallen te omzeilen. Wanneer je wint, stop je meteen. Met hoeveel gaan we spelen? Ik ga gewoon beginnen met 50. En dan, 50 euro? Ja. Dat vind ik dus best wel weinig, weet je dat? Ja. Dat kon bij mij binnen een minuut weg zijn. Dat kan bij mij ook zo zeker zo zijn. En dan kan ik altijd nog een bijstorten. En dat is misschien ook het grote probleem, maar dat kan altijd. Maar wat wil je echt niet kwijt zijn? Nou, meer dan 200 hoeft van mij niet vandaag. Nee. Daar gaan we, man. Hij valt omhoog, 30. Ja, dus dat omhoog. Is lekker. Ja, dat is lekker. I'm your mother, I'm your daddy. We zetten nu 30 euro in. Hè? Ja, nou ja, dat... Je zei net, ik hou ervan om rustig op te bouwen. En dan op een gegeven moment... Maar wat zijn we nu aan het doen? Ja, nu... Je gaat zijn er in één keer harder. Je betrapt me wel inderdaad. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, zie je? En ik valt die hoog. Ja, dat gevoel heb ik dan. Laat me je hart voelen. Ja. Ja, die is ook aanwezig. Hij doet het in ieder geval nog. Wat is er nou zo lekker hier aan? Het gevoel van u wint of u heeft gewonnen, dat is heerlijk. En dat is ook het gevoel van die adrenaline, die dopamine van gaat die vallen of gaat die niet vallen. Ja. Ja, hij valt laag. Ja. Je zou bijna zeggen dat er een soort algoritme in zit. Dat maakt het dat is het rare. Ik ga bijna geloven dat jij gelijk hebt. Ja, Terwijl jij lult gewoon, niks tegen jou, maar je lult gewoon uit je nek. Nee. Ik spreek
in deze serie allemaal mensen die helemaal uitleggen hoe het spelletje werkt. En ik kijk gewoon een paar seconden naar het scherm en ik geloof gewoon helemaal wat jij zegt. Ja. We wachten nu ook af. Ik wacht vind nu dus weer ook een rondje vind ik ook een goede keus. Gewoon. Ja, grap. Maar hoe kan dat nou? Ik zou het bij God niet weten. Dus hij valt nu weer laag op 7. Nou, dan heb ik nu weer het gevoel dat hij hoog gaat. Dus ik ga gewoon weer met 30 euro inzet. Ga ik gewoon weer hetzelfde rondje spelen omhoog. En het is natuurlijk ook lekker met roulette dat het gewoon de hele tijd doorgaat. Je hoeft niet te wachten. Nou, daar gaan we. 32, weer hoog. Ja. Goed, we hebben ons geld bijna verdubbeld. Ja, je hebt jouw geld bijna verdubbeld. Ja, inderdaad, daar komt het wel op neer. Nou, we zitten nu op 115 euro. Hoeveel minuten zijn we aan het spelen? We zijn 12 minuten aan het spelen. Ja, dus dat is toch lekker. Ja. Ik ben echt gewoon helemaal naar de maan. Mijn hartslag gaat tekeer, ik ben aan het zweten. Ik heb het gevoel dat ik strak sta gewoon. En dit is gewoon hoe mijn fucking verslaving werkt en eruit ziet. Het is heel erg om het te zeggen. Maar ik vind het gewoon fucking leuk. En ik begin helemaal in deze jongen te geloven in wat hij zegt. En wat de manier is van spelen en dat hij klopt. Ik heb gewoon echt het idee van, nou ja, als we zo doorgaan. Dan gaan we gewoon, straks hebben we 300 euro. En dat is zeker niet de grens. We blijven doorspelen. En ik baal er echt van dat ik er zo over nadenk. Maar dit is dus waarom het zo verslavend kan werken. Je denkt dat je het in de hand hebt en dat je het onder controle hebt. Maar zodra je dat spelletje gaat spelen, dan komt er gewoon een soort duivel in je naar boven. Die helemaal geen rekening meer houdt met de bestaande wetten of regels. Maar die gewoon tegen jezelf gaat praten en zegt, zet gewoon meer in. Want dit is jouw moment om het te pakken. Dat is gewoon fucking kut. Hoe herken je een gokverslaving? Ik denk dat je aan iemand op een gegeven moment dat zou kunnen gaan ontdekken omdat hij dingen gaat verzwijgen en niet meer zo eerlijk en open is als hij daarvoor was. Dus mensen worden onduidelijk over waar ze de avond zijn geweest, wat ze gedaan hebben, waar geld naartoe gegaan is. En als ze een hele tijd achter de computer zitten, dan hebben ze bijvoorbeeld twee sites tegelijk open. Het is gewoon Google als zoekmachine, want ik ben dingetjes aan het opzoeken. En tegelijkertijd zit er een goksite op de achtergrond. En zodra vrouw, lief, partner, lief, wie dan ook binnenkomt, dan klik je van de ene site door naar de andere. En daar worden ze heel goed in. Je moet verborgen houden en verstopt. Want je wil niet dat er iemand achterkomt. Wat zijn bij jezelf dan signalen waarvan je kan denken, misschien ben ik wel gokverslaafd? Ik denk dat je op een gegeven moment merkt dat je je qua gokken niet meer aan je eigen afspraken kan houden. Dus dat je meer geld verspilt en er meer tijd aan besteedt dan je eigenlijk van plan was. Ja. En dan gaat er langzamerhand iets knagen. Van, hoe kan dat nou? Hoe kan het? Ik zou een uur en het werden er 4. Of ik zou 100 en het werd 400. Ik noemde het altijd mijn irrationele kant. Ja. Dus ik zei altijd, er is een soort duivel in mij en die komt soms naar boven en dan ga ik gokken. Ja. Het is iets op dat moment dat sterker is dan jij. En jij trekt dan niet meer aan de touwtjes, maar het gokken trekt aan jou. Ja. En je reageert ook foutief, denk ik, op signalen. Zoals bijvoorbeeld bij roulette zie je, bij het laatste spel zie je de laatste 10 getallen die gevallen zijn. Laten we zeggen dat daar 2 keer het getal 26 bij zit. Dat zet mij aan het denken, want dan moet ik misschien wel ook 26 inzetten, want die valt vaak. Of ik denk, ja, die is al 2 keer gevallen, dus die gaat zeker niet vallen, daar moet ik niet op inzetten. In beide gevallen probeert het spel mij dan te beïnvloeden, maar vooral om mij te laten spelen. Want hoe langer ik daarbij sta en blijf inzetten, hoe meer ik zal verliezen. Ik speelde altijd, naar de 33 zet ik in op de 3. Ja. Ik wil niet weten hoe vaak ik het idee had dat hij ook viel daarna. Ja, omdat ik het gevoel had dat heel vaak gebeurde. Ja. Ja. Hot numbers. Hot numbers zijn nummers die vaak vallen. Ja. Het is al wel gek zijn als je daar niet op inzet, want die vallen toch tenslotte vaak. Of is dan nu net het omslagpunt en worden de hot numbers cold numbers. Het zijn nummers die niet vaak vallen. Gekmakend als je erover nadenkt. Dus je ziet ze ook. Als je speelt, zie je ze. Ja, tuurlijk. Je ziet ze in beeld. Natuurlijk zie je dat. Het is volstrekt irrelevante informatie, maar een gokverslaafde gaat het tot zich nemen en daarover nadenken. Het kan toch geen toeval zijn dat 26 zo vaak valt. Ik ga me er minder mee bemoeien, want ik merk dat ik bijna het idee kreeg dat wij samen dit aan het doen waren. Ja. Maar jij bent dit gewoon aan het doen. Ja, dat is ook zo. Maar ik laat me daarin ook echt niet afleiden of beïnvloeden. Nee? Nee, ik laat me hier lekker, valt hier weer hoog. Nu zit ik wel op een punt
dat ik denk 28, 35, 27, 34, ik ga hem nu gewoon een keertje omgooien. Zet 50 in. Maar zet nu €50 in? Ja. Waarom zet je nu dan meer in? Gewoon omdat ik er niet zin in heb. Ja, dat komt op neer. Ik zit natuurlijk naar het saldo te kijken en dan zitten we nog steeds rond ons beginpunt. Maar is er een moment, als we meer geld hebben, ga je dan ook meer inzetten dan dit, denk je? Nee, toch? Als ik straks echt op aanzienlijk meer zit, dan wel, ja. Ja? Ja. Nu valt die kut. Nu valt die kut, hè? Ja. Nu zijn we in één klap €50 kwijt. Ja. Ja, die is zuur. Ja. Wat doet dat nu met je? Ja, dat is kut. Maar zeg maar, je zit helemaal zo, hè? Ja. 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 Maar heb je dat door? Nou, niet echt eigenlijk. Het is dat jij het nu zegt. Kijk, want nu zijn we... Valt hij weer hoog. Ja. Ja, dit is helemaal kut. Ja. Nou, dan geef ik nu... zit ik op een punt dat ik... alles wat ik op het account heb staan, ga ik er nu opgooien. Ja, echt? Ja. Want je zei net nog van, ik ga dan als ik rondom de start inzet, maar waarom doe je dat niet net wel? Ja, weet ik niet. Er zit eigenlijk geen verklaring achter. Eigenlijk moet ik even mijn bek houden nu. Nee, ja, eigenlijk niet. Ja, deze is wel belangrijk, ja. Ja. Valt weer hoog. Het is bizar. Ja. Ja, en dan komt het punt dat je hier die melding krijgt, laag saldo. Wat ga je dan doen? Wat voel je nu? Ja, een gevoel van ik wil het terug en zo snel mogelijk. Ja. Ik zie om die laptop dwars door de kamer heen te gooien, maar... Maar dit is nog niet het einde. Denk het niet, hè. Ik geloof het allemaal. Ja. Ja. En zo snel kan het gaan. Binnen 5 minuten alles weg. En dan is het dus nog echt niet klaar. Want dit is het moment, althans bij een probleemgokker of verslaafde als ik, ex-verslaafde, dit is het moment dat het misgaat. Want je hebt ingezet, je hebt gewonnen en vervolgens het weer kwijtgeraakt. Dus is er één ding wat je denkt en dat is, ik moet weer winnen. En ik heb gezien dat ik kon winnen. En dus nu moet ik gewoon net zo lang geld gaan inzetten totdat ik weer ga winnen. Wat gaan we doen? Ik weet het nog heel even niet. Maar nee? Dat ik er ziek van ben, dat is wel één ding wat zeker is, ja. Wat zou de verstandige keuze zijn nu, denk je? Nu die laptop dicht en het huis uitgaan. Ja. En aan de andere kant denk ik, ik kan straks ook lekker een gratis dagje op het terras hebben. Ja. Ja, je hebt nu wel eigenlijk al een gratis dagje op het terras vergokt. Ja, dat is het zeker. Dus dan is het eigenlijk... Dus dat dagje op het terras wordt duurder nu? Ja. Eigenlijk 2 keer zo duur. Ja, echt 2 keer zo duur, ja. Ja. Maar zo denk je er niet over dan. Ja. Je denkt eigenlijk alleen maar van, wat kan ik winnen, hoe kan ik meer krijgen, meer, meer, meer. En binnen 10 minuten was het gewoon €50 inzetten. Ja, zo gaat dat, hè. Dat is altijd aan het begin meestal, dat je denkt van, ik doe het rustig. En dan zie je dat saldo hier oplopen en dan, ja, dan ga je toch denken van, het kan meer, het kan meer. Stel, we zouden het nu niet gaan doen. En wij gaan straks gewoon lekker naar huis. Ja. En jij gaat naar buiten. Ja. Ga je het dan alsnog wel terug proberen te verdienen? Nou, dan denk ik dat ik het vandaag dan lekker laat zitten. Maar misschien als je vanavond dronken thuis komt, dat je denkt, ik open toch die laptop nog even 1 keer. En ik kijk nog even of er wat in zit. Is dat misschien of is die kans best wel groot? Die kans is op zich wel groot. Oké, ik wacht binnen op je. Ja? Ik kom er zo aan. Is goed. Zo. Zo. Even bijgekomen. Soort van. Ja. Maar de adrenaline zit nog vrij hoog. Ja, dat snap ik. Ik ga hem voor nu afsluiten, denk ik. Ja? En dat heeft meer te maken eigenlijk met een externe omstandigheden dan met mezelf. Ik denk, als het nu iets minder weer was geweest en het was een ander moment van de dag geweest, dan had ik nu nog precies hetzelfde, misschien wel meer erop gezet als ik doorgegaan. Maar nu denk ik, ik ga mezelf hier nu niet zitten vertiefen in die woonkamer. Ik ga nu lekker een drankje doen en dan straks als ik terugkom, doe ik het misschien nog een keer. Je gaat dus wel nog door. Ja. Dat sowieso. Ja, dat wel, ja. Als we nu niks te doen zou hebben, dan zouden we hier denk ik over 4 uur nog zitten. Heb je het idee dat je een gokverslaving hebt? Tot op zekere hoogte, ja. Ja.
En tot op zekere hoogte bedoel ik mee te zeggen dat het nog niks anders in mijn leven beïnvloedt. Ja, dus voor jou is een gokverslaving er pas echt als je in de shit zit eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk niet zo zeggen, dat is natuurlijk totale onzin, maar... Dat is het punt waarop het gevaarlijk wordt en waaronder andere dingen gaan leiden onder jouw keuzes die je maakt. En nu is dat nog niet zo. En ja, ik ben wel verslaafd in de zin van ik speel elke dag en je wil graag, maar niet in de zin van het levert mij gevaar op. Maar ik ben wel heel trots op je dat je stopt nu. Ja. En nu dit ding af en het terras op. We gaan er een rozeetje drinken. Wat een fucking adrenaline, shitzooi zeg. Ik had wel een idee dat ik er heftig op zou reageren, maar ik had niet verwacht dat enkel kijken naar een gokspelletje zoveel met me zou doen. Ik heb mezelf uitgesloten van alle casino's, waardoor ik niet meer kan gokken, maar het maakt me wel bang. Ik heb nu al 2 jaar niet meer gegokt, maar nog steeds gaat er een vuur in me branden als ik ermee in aanraking kom. Gelukkig heb ik een fijn team om me heen en word ik tijdens het maken van deze documentaire goed gemonitord. Dat in ieder geval niet kan gebeuren. In de volgende aflevering laat ik je zien wat de gevolgen van een gokverslaving kunnen zijn. Continu met steeds hogere inzetten spelen. Ja, tot ook op het einde van de avond ineens keek, hey, er is gewoon 30.000 euro weg. En vertel ik je over wat een gokverslaving met mij heeft gedaan.